ook in de poeder, de teflonpoeder en alles, waar de C8 dan in zit en alles. Daar heb ik allemaal altijd in gezeten. Nou, ik had jarenlang heb ik al een hoge bloeddruk. Jarenlang heb ik al een halte te droog. Hartklachten, en dan heb ik ook. Ja. En maar het grootste gedeelte van de collega's van me, die zijn allemaal, allemaal naar de hemel al. Hè. Ja, hoofdzakelijk. Ik heb, hoe zegt de dokter dat nou, die toxicoloog? Een klein beetje opgezette leven, maar niet noemenswaardig. Maar ja, ik ben nu pas 68. Wie weet in de verdere toekomst, als je ouder wordt, dat je daar wel meer last van krijgt. Het gaat om mensen, jongens. Het gaat niet om materiaal. Ja, en het is niet een paar mensen, het zijn er zoveel. Kijk maar wat het nou doet, de hele gemeenschap. Daar maak ik me kwaad om. Het stiekem, het niet zeggen, het zwijgen over die troep. Dus ik wil genoegdoening hebben.